Ja, begin jaren 80 veroorzaakt het mysterieuze virus paniek en angst onder iedereen die de diagnose HIV kreeg. Inmiddels kun je, ja, daar kun je de 100 mee worden als je een beetje geluk hebt in welk land je woont. Er is uitzicht op een vaccin ook. Het is een zeer ernstige ziekte, een van de ernstigste die we ooit gekend hebben in de medische geschiedenis. En het is een ziekte waar niets aan te doen valt. Het medicijn tegen AIDS is er nog niet. Waar wel wat vooruitgang geboekt wordt is op het gebied van de zogenaamde AIDS-remmers. Een storm in een reageerbuis. Zo valt het beste het vandaag bekendgemaakte nieuws over de laatste resultaten in het AIDS-onderzoek te omschrijven. HIV en AIDS voorkomen door dagelijks een pil te slikken. In de strijd tegen deze dodelijke ziekte lijkt het medicijn PrEP naast het condoom het tweede wapen. Nederlandse HIV-onderzoekers zijn optimistisch dat ze een medicijn of een behandeling gaan vinden waarmee het virus volledig uit het lichaam verdwijnt. En wanneer zijn we er vanaf, denkt u? Ik hoop 15 jaar. Ja, aangeschoven hoogleraar virologie Rogier Sanders en HIV-onderzoeker van het eerste uur Frank Miedema. Hartelijk welkom. Boris Diederik zit hier nog steeds. Je mag zich ook met het gesprek bemoeien. Rogier, er worden per jaar in Nederland zo'n, ja, het is ongelooflijk, toch nog 800 nieuwe gevallen van HIV ontdekt. Mensen krijgen dat te horen. Dat is ongeveer, we hebben het uitgerekend, 2,2, wat een heel merkwaardig cijfer is, per dag. Hoe kan dat? Nou, het virus verspreidt zich niet door mensen die behandeld worden, want dan is het de viruslood in het lichaam te laag om het te verspreiden. Maar het wordt wel verspreid door mensen die niet behandeld worden. En alhoewel meer dan 90% van de HIV-geïnfecteerde mensen in Nederland behandeld worden, is er een kleine 10% die niet behandeld wordt. En die kunnen het dus nog steeds verspreiden. Ja, als we het hebben over de ontwikkeling van een HIV-vaccin, maar zeker natuurlijk vanaf het begin al, is er dan niks tegen te doen. Heeft u het wel eens omschreven als het vinden van dat HIV-vaccin, als zoiets als een landing op de maan? Zo ingewikkeld is het. Ja, wetenschappelijk is het een heel ingewikkeld verhaal. We hebben natuurlijk vaccins tegen heel veel verschillende virusziektes. Maar de meeste daarvan, pokken, mazelen, polio, dat zijn virussen die heel kort in een menselijk lichaam zijn. En of je gaat er dood aan, of het menselijk immuunsysteem krijgt het kan het controleren. Maar HIV blijft heel lang, 20 jaar, in een menselijk lichaam en heeft daarom allerlei trucs bedacht eigenlijk om het menselijk immuunsysteem om de tuin te leiden. Het is gewoon een heel slim virus. Het is eigenlijk een heel slim virus, ja. En als je dan componenten van dat virus gebruikt als vaccin, dan loop je eigenlijk tegen diezelfde valkuilen aan die het virus gegraven heeft. Wanneer had je door dat je dacht, Frank Miedema ook, we hebben te maken met een heel slim virus? Eigenlijk, letterlijk deze tekst spraken wij ook in 1992 uit. To be very honest. Hè. Dus wij als onderzoekers toen vonden onszelf natuurlijk heel slim, ongetwijfeld. Maar we hadden dezelfde problemen en dezelfde frustratie dat het in 1992, dat toen het congres hier was, dat we ook niks te bieden hadden. Er was geen virale therapie, AZT, maar niet goed. Er was een antiviraal middel, vaccin. Wij zeiden ook 10, 15 jaar. Nou, we zijn intussen best wel heel veel jaren verder. Dus dat is echt het probleem wat we hier hebben. En wij hadden het ook al. En wij waren natuurlijk in het begin nog meer aan het nadenken van hoe word je überhaupt ziek. Dus we hadden nog veel basaler vragen. En daar zijn nu de meeste wel van opgelost. Ja. Maar de moeilijke vragen liggen nu bij de generatie van Rogier hier. Ja, u bent een van de AIDS-wetenschappers van het eerste uur. Ook samengewerkt met Joep Lange. Ja. Misschien wel de beroemdste AIDS-wetenschapper ter wereld. Ja. Die om het leven is gekomen met de aanslag op de MH17. Even tussendoor, want ik vind toch dat aandacht verdient, juist ook in een week als deze. Hoeveel kennis, en dan heb ik het niet over, natuurlijk is van alles in computers opgeslagen, dus dat is niet verloren gegaan. Maar als we er even bij stilstaan, wat er aan brieën en kennis in dat vliegtuig zat, wat moet ik me daarbij voorstellen, wat daar verloren is gegaan? Ja, dat is heel moeilijk onder woorden te brengen. Hè. Ten eerste is het natuurlijk iemand die lange ervaring heeft die Joep had. En die had het allemaal meegemaakt. Die kon dezelfde dingen zeggen die ik nu ook zeg. En dan ook denken van oké, zet door Rogier, want het is moeilijk. Maar er zaten ook medewerkers van het AIDS-fonds in, vrijwilligers. Die ook op weg waren naar het congres. En daar is ook wel het een en ander over geschreven. Maar ook mensen die heel gepassioneerd waren in hun eigen omgeving. Want als ik dit weer hoor, en ik ben nu 10 jaar uit het vak, hè, laten we wel even eerlijk zijn hier. En ik hoor die verhalen, dan krijg ik weer dezelfde nederigheid. Bekruipt mij weer dat ik denk, ja, we kunnen fantastisch onderzoek doen. Hele mooie publicaties. Maar de echte dingen,
Daar gaat het om. En die moeten nog voor een groot deel komen. Ja. En niet vergeten Joep's vriendin Jacqueline. Ja. Ook heel erg belangrijk in de strijd tegen HIV-AIDS. Ook omgekomen in dat vliegtuig. Om maar te zeggen, los van het vreselijke van wat daar is gebeurd... dit was ook een onderdeel van het verhaal wat we niet moeten vergeten, denk Absoluut ik. Niet. Nee. Een van de middelen die inmiddels kunnen bijdragen aan het voorkomen van een HIV-besmetting... is het middel PrEP. Wat doet dat precies? Eén van ons? Ik ben hier geen expert. Ja, nou ja, kijk, natuurlijk, jullie zijn op zoek naar een vaccin. En daar is het op gericht. PrEP komt uit een... Dan tappen we uit een ander vaatje. Het is een voorboedmiddel. Ja, je zou het zo kunnen noemen. Ja, PrEP is eigenlijk een verzameling medicijnen of een medicijn... wat je preventief neemt, zodat het virus of niet overgedragen wordt... of gewoon gelijk afgebroken wordt als het binnenkomt. Waarvan ik me dus afvraag, als dat nou zo voorhanden is, net als de pil... waarom wordt dat niet hier door het kraanwater aangeleverd? Ik weet snap je wat ik bedoel? Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ik zie Richard Koldoulis, jij komt zo aan tafel knikken... want jij maakt je daar onder andere ook hard voor. Ja. Jij slikt ook PrEP. Ja, dat klopt. Al 3 jaar met stikken PrEP. En nou begint de Nederlandse overheid een klein proefje... Mm-hmm. Waar ook nog allerlei kosten bij komen. Waarvan ik denk, waarom niet gewoon vrijgeven? Ik ben het met je eens, maar ja. Helaas, minister Bruins heeft zo besloten. Ja. En waar heeft dat mee te maken, Liliane Ploemen? Dat kan ik niet zo heel goed beoordelen. Ik denk dat het misschien heeft het wel te maken met de samenstelling van de regering... waar ook christelijke partijen zijn die zich misschien hier wat ongemakkelijker voelen. Maar dat is dan toch, sorry dat ik het zeg, maar toch een bloody shame... Dat is het ook. Dat er iets voorhanden is. Ja. Dat is het ook, En dat er uiteindelijk vanwege moreel-ethische kwesties... en misschien wel omdat je met elkaar in een kabinetje zit... wat je nog wat langer wil laten duren dan de zomer... dat dan niet wordt toegestaan. Ja, en het beschermt levens. Ja. En het is geen goedkoop middel, maar het is ook niet excessief duur. Dus ik was heel blij met het advies van de Gezondheidsraad dat positief was. Maar ja, er moet echt meer gebeuren. Dus dit is misschien een goede oproep aan dit kabinet. Bij deze. Want ik vind het ook echt. Want het is er. Ja. En het kan, want er zijn staten in de Verenigde Staten... waar het wel beschikbaar wordt gesteld. Dus er zijn voorbeelden dat het kan. Het is een kwestie van willen. Ja. En politieke moed. Ja. Daar hebben we het misschien ook over. Eventjes nog terug naar de wetenschap, want dan gaat het over het vaccin. Uiteindelijk willen mensen gewoon dat er een oplossing voor is via die route. Ja. Mensen hebben het over 2030. Is het haalbaar dat, nou ja, als we er allemaal vanuit gaan dat we dan nog leven... dat het binnen ons leven nog voorkomt, dat er een vaccin wordt ontdekt? Nou, ik denk niet dat er in 2030... een vaccin op de markt is. Ik hoop wel dat we dan zover zijn in de preklinische en vroegklinische stadia... dat na 2030 wel relatief snel een vaccin komt. Maar het blijft heel moeilijk. De landing op de maan, het komt eraan. Precies. Hartelijk dank.